een klein sterretje in mijn hart. Heel klein en heel apart. Het kan lachen, het kan zingen, het kan dansen en hoog springen. Heb je verdriet en moet je wenen, dan mag je mijn sterretje eens lenen. Kom dan maar heel dicht bij mij. Dan geef ik je een zoen en ben je weer blij. Mijn sterretje is het hele jaar. Het staat altijd voor je klaar. Van de zon naar de maan, zo ver wil ik gaan. Van de zon naar de maan, zo ver wil ik lopen, om een mand geluk te kopen. Dagen vol met zonneschijn, warme stemmen, blije liedjes, kussen tegen je verdrietjes. Van de zon naar de maan, zo ver wil ik gaan, om heel wat lieve mensen een gelukkig jaar te wensen. We zijn de kinderen van 2RS en wij wensen jullie een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar! Van de zon naar de maan, daar wil ik gaan, om heel wat lieve mensen.
jaar te wensen. 1 januari 2012. Gelukkig! Wees niet bang, Maria. Ik ben een engel van God. Ik kom je goed nieuws vertellen. Je zult een zoon krijgen en je moet hem de naam Jezus geven. Hij zal de koning van vrede zijn. Op een dag gaat Jozef naar de markt. Plotseling komt daar een paard en een soldaat op van de keizer. Hij leest een brief voor met de boodschap. De keizer wil weten hoeveel mensen er in een grote rijk wonen. Dan zit er niets anders op dan naar Bethlehem te gaan, de stad waar Jozef en Maria geboren zijn. Ze maken alles klaar voor de reis en gaan op weg. Maria zit op de ezel en Jozef gaat te voet. Na 6 dagen lopen komen ze aan in Bethlehem. Ze kloppen aan bij een herberg. De herbergier zegt, sorry meneer, hier is geen plaats meer. Wat nu, zegt Maria, je kan toch niet onder de blote hemel slapen? Plotseling ontmoeten ze een herbergjongen. Hij zegt, hebben jullie een plekje nodig om te slapen? Anders heb ik wel een stalletje vrij. Er staat alleen een os in en die is niet gevaarlijk. Ja, graag, zegt Maria. Dat is beter dan onder de blote hemel te moeten slapen. Na een uur te stappen komen ze aan bij de stal. Eindelijk, we zijn er. Jozef maakt een bed van stro. Maria legt zich meteen neer. Midden in de nacht wordt Jezus, het kindje van de vrede, geboren. Maria legt Jezus in een warme deken en wiegt hem in slaap. Hij snort een beetje, hoewel ze Jozef niet zo snort. De os en de ezel kijken nieuwsgierig naar het kindje. In diezelfde nacht houdt de kleine herdersjong de wacht bij de schapen. Ze steken een vuurtje aan om de roofdieren weg te jagen. Nu hebben de andere herders het ook lekker warm in de koude nacht. De herders het vele lichter. Dat lijkt wel op de herders die we vuurtjes hebben aangestoken. Maar dat is niet zo. Ze horen een stem die zegt, er is een kindje geboren in Bethlehem. In een stalletje zal je hem vinden. Hij ligt in een kribbe in een warm deken. Is dit nu een droom of is dit echt? Het is geen droom. Het zijn 3 engeltjes van God. De herders gaan naar Bethlehem om het kind te zoeken. Maar de herdersjongen weet in welke stal het kindje geboren is. Hij wijst de andere herders de weg naar de stal. Daar vinden ze het kind. De herders knielen bij Jezus neer. Zij kunnen hun ogen niet afhouden van het lieve kindje. Het verre oosten leven 3 wijze mannen. Zij weten heel veel van sterren. Op een avond zien ze een mooie grote heldere ster. Het is een koningster, zegt een van de 3 wijzen. Het betekent dat er een belangrijke koning is geboren. Laten we samen geschenken brengen aan deze nieuwe koning. Na een lange reis zien ze ineens de grote ster weer. Hij staat boven een stal. Kan het koningskind daar geboren zijn? Maar koningskind is een gewoon kindje van gewone mensen.
De drie wijzen knielen voor Jezus neer en leggen hun geschenken bij de kribbe. Goud, wierook en mirre. Dag mevrouw.